Ik ben Jelle Jellema, woonachtig in Nijverdal, gespecialiseerd in marathonvluchten. Ik ben begonnen in Steggerda samen met mijn vader tot 2008. Daarna ben ik begonnen in Nijverdal samen met mevrouw Janneke. Onze belangrijkste resultaten van het afgelopen jaar was Barcelona 2014. Die hebben we internationaal gewonnen met Kleine Jade. Vorig jaar, 2020, hebben we Barcelona weer gewonnen. Met Silke was het nationale overwinning. En we hadden internationaal 7 duiven bij de eerste 60. PPN, een week later wonnen we de tweede nationaal. Met 4 duiven binnen de eerste 40 nationaal. Ja, voor het behalen van topresultaat is goed voer natuurlijk heel belangrijk. Samenstelling is belangrijk, maar ook de kwaliteit van de granen. Ik kiem het ook wel eens om te kijken of het goed voer is, maar daar heb ik bij mij nooit een probleem mee gehad. En heel gevarieerd, omdat een duif moet zelf kunnen kiezen wat hij nodig heeft. Dus ik wil dat er alles in zit. Hij mag geen tekorten hebben. Ik let er altijd op dat er niet van één soort veel blijft liggen. Want dan twijfel ik al aan of de kwaliteit van dat product of aan de samenstelling. En dat is hier ook niet het geval. Dus er blijft niet heel veel mais liggen of heel veel erwt. De balans in het voer is goed. Ik was altijd bezig om met voer aan het mengen, om de juiste samenstelling te krijgen. Ik was nooit helemaal tevreden. Ik kijk altijd naar wat in de voerbak overblijft, wat een duif laat liggen. Ik ga heel erg uit van het instinct van de duif zelf. Zelf weet hij het beste wat hij nodig heeft. En dan zie je ook wat als eerste blijft liggen. En vaak bleven heel veel mais liggen of heel veel tarwe, vaak de wat goedkopere mengelingen. En ik was altijd op zoek naar een samenstelling dat in de juiste verhouding aanwezig was. En ik wil graag een voer hebben die het hele jaar door kunt voeren. Dus ik was steeds aan het mengen, maar ja, daar was ik op een gegeven moment helemaal zat van. Dus toen kwam ik in contact met Dick de Leeuw en met Rick de Mosje had ik het ook wel over. Wat nou de juiste samenstelling was. En toen zei Dick tegen mij van anders ga je zelf een keer een voer samenstellen. Nou, toen ben ik me gaan verdiepen om een voer te krijgen wat qua eiwit, koolhydraatverhouding, vetverhouding de juiste samenstelling was. En ook wat de duiven graag opnemen. En dat er niet van één soort heel veel in de voerbak blijft liggen. Toen zijn we op dit voer uitgekomen. Een algemeen voer met wel meer dan 20 verschillende soorten ingrediënten. En ja, dat bevalt eigenlijk heel goed. In het begin hebben we nog een klein beetje aan de samenstelling gespijkerd. Een beetje hier en daar wat dingen gewijzigd. En ja, ik ben nu heel tevreden over dit voer. Dit voer gebruik ik het hele jaar door. In het vliegseizoen met de opfok van de jonge duiven, de kweek, in de winter. En daar varieer ik mee met mijn eigen powermengeling. En paddy kan ik ook nog toevoegen in de winter. Als ze niet te veel energie moeten hebben, dan doe ik er nog een gedeelte paddy bij. Dus ik ben altijd met 3 soorten voer aan het spelen. Met dit vliegvoer, met de powermengeling. Dat is een beetje de vetste mengeling die maar te verkrijgbaar is. Ik denk dat wereldwijd geen vettere mengeling is dan de Jellema powermengeling. En dan de paddy om mee te sturen. Ik heb niet gelet op de prijs, want de kosten per ingrediënt is, dat was een voorwaarde van mij. We letten niet op wat het gaat kosten in eerste instantie. We kijken wat het beste voor de duif is. En veel mengelingen vind ik dat er te veel tarwe, mais en erwten in zitten. En dat is dan vaak niet in de juiste samenstelling. Ik wilde een voer hebben waar niet te veel mais in zit. In mijn voer zit ook al mais in, maar niet ontzettend veel. Maar wel 3 verschillende soorten. Platamais, cripsmais en bordeauxmais. De mais die heb ik vervangen met velcardi. Mais, daar zit veel energie in, zit veel koolhydraten in. Cardi zit veel vetten in. Dus dan vang je het energiegedeelte van de mais vang je op met de cardi. De erwten zit veel eiwit in. Hier zit ook voldoende eiwit in, maar dan meer in de vorm van de kleine erwten en de getooste soja. En ook in de kadi zit ook behoorlijk veel eiwit in. Dit is een heel veelzijdige mengeling. Ik voer hem het hele jaar door in al mijn duiven. Dus aan de kwekers, aan de vliegers, aan de jonge duiven. En op bepaalde punten pas ik hem een beetje aan. Tijdens de kweek bijvoorbeeld, dan doe ik Jellema Power in om extra eiwitten te krijgen. En in de aanloop naar een marathonvlucht, dan vul ik hem ook aan. Maar het is een heel veelzijdige mengeling. Voor mij is het een Barcelona. Ja, Barcelona. Yes.
10.07. Vorig jaar was je ook s'avonds thuis. Ja. Dit is de Jelle Jellema Power Mengeling. Het is een energierijke mengeling, extreem energierijk. Ik denk een van de energierijkste mengelingen die verkrijgbaar is. Er zitten 20 soorten granen in, allemaal vetrijk. En ja, die voer ik vanaf 4 dagen voor de marathonvlucht. Maar ik voer hem ook tijdens de kweek en tijdens de ruiperiode om eiwit aan te vullen. Want vetrijke mengeling zet vaak ook heel veel eiwit in. Dus daarvoor gebruik ik deze ook. Deze mengeling wordt ook gebruikt voor het herstel na een marathonvlucht. Ik voer ze 4 dagen op. Maar op het moment dat de duiven thuiskomen, ben ik aan het opvoeren met andere duiven. Dus de duiven die thuiskomen, krijgen automatisch veel van deze mengeling. En dat is enorm goed voor het herstel. Ja, nog één. Paddy is eigenlijk onontbeerlijk. Ik zou ook gerst kunnen gebruiken, maar ik gebruik een paddy. Er zit iets meer vezel in en zit ook nogal wat energie in. En het is gewoon gezond voer. Duif goed voor de darmen. In de winter krijgen ze een gedeelte paddy erbij. Maar ook een aantal dagen na een wedstrijd, als ze al heel veel vetvoer hebben gehad, dan wil ik ook nog wel eens even wat extra paddy toevoegen. De jongen krijgen ook een gedeelte paddy erbij. Omdat die wil ik nog niet te zwaar voeren. Dus ik ben met die paddy altijd een beetje aan het spelen. In de winter dan krijgen de duiven 20% paddy. De jongen krijgen ook een bepaald, ja, 10% ongeveer krijgen die de extra paddy erbij. Maar in mijn eigen voer zit ook al wat paddy in. Dus ik hoef er niet heel veel bij te voeren. In het kweekseizoen dan voer ik voor 80% mijn eigen mengeling en voor 20% de powermengeling. In het vliegseizoen dan krijgen ze ook gewoon mijn eigen mengeling. Ook voor de Vitesse midfondsvluchten, dat zijn voor mij invliegvluchten, dan voer ik verder niet extra zwaar. Maar voor een marathonvlucht dan voer ik van beide mengelingen evenveel, ongeveer 50-50. En zoveel als ze maar willen. Dus de bakken liggen dan vol voer en dan kunnen ze eten wat ze willen. In de ruisseizoen dan krijgen ze ook mijn eigen mengeling voor 85%. En dan doe ik 15% powermengeling erbij voor de extra eiwitten en extra aminozuren. En in het winterseizoen krijgen ze voor 75% mijn eigen mengeling en voor 25% paddy erbij. Vliegseizoen, tijdens normale invliegvluchten voor mij, de midfond en de Vitesse vluchten, dan krijgen ze mijn eigen mengeling. Maar in komende marathonvluchten eraan, dus eigenlijk 7 weken dat voor mij heel belangrijk is, dan begin ik 4 dagen voor het inkorven van de marathonvlucht powermengeling bij te voeren. Echt zoveel als ze willen. Eerst voer ik het normale voer en dan een kwartier later dan voer ik de powermengeling eroverheen in de voerbak. En dat doe ik wel 3 of 4 keer per dag, zoveel als ze willen. Ook voer ik in een potje bij de schaal van de duiven die meegaan op die bewuste marathonvlucht, voer ik in een potje naast de broedschaal extra powermengeling bij, zodat ze ook daar de hele dag kunnen eten. Als de duiven aan het trainen zijn, dan haal ik het voer wat nog in de bakken ligt, haal ik eruit 1 keer per dag. En dan vul ik de bakken weer met vers voer, zodat als ze terugkomen van de training, als ze binnenkomen, dan kunnen ze volop eten. Ik doe nooit wat over het voer of door het water qua bijproducten. Maar ze krijgen vrij beschikking over vitamine, mineralen in potjes. En dat is Belvimin en Vispimin en Vitalit. Die 3 soorten die hebben ze altijd ter beschikking. Ik ga weer uit van het instinct van de duif zelf. De duif weet zelf wat hij goed nodig heeft. Dus dan geef ik hem alles ter beschikking. En dan kan hij zelf uitzoeken wat hij wil eten. Ik doe niks in het water. 1 keer per jaar doe ik een geelkuur door het water. Maar ze krijgen 361 dagen per jaar schoon water. En schoon voer. Dat voer ook, doe ik nooit iets doorheen, want dan wordt de opname van voer ook weer minder. En ik wil juist dat ze voor een marathonvlucht zoveel mogelijk opnemen.